voor mij begon het allemaal met één plastic koffiebekertje. Een plastic koffiebekertje in de duinen, van Goeree. Het is een soort avontuur. Ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Gewoon lekker in je eentje struinen de hort op. En ja, op een gegeven moment ben ik plastic gaan verzamelen. Er spoelde zo verschrikkelijk veel aan. Ik ben visserman, maar ik ben ook afvalvisser, zeg maar. Dus dat is gewoon, het is gewoon normaal geworden. We hebben gewoon de natuur nodig om te kunnen voortbestaan. Ik snap ook niet waarom we het eigenlijk als vanzelfsprekend beschouwen. Denken we dat we eigenlijk daarover de baas zijn. Ja, dat zijn we helemaal niet. De passie voor de natuur, die heb ik denk ik al mijn hele leven gehad. Ik ben muzikant. Ik speel viool, piano en later ben ik ook gitaar gaan spelen. En eigenlijk ben ik altijd op zoek geweest naar een soort balans. Een soort van, ja, een weg vinden om met natuur bezig te zijn, om met muziek bezig te zijn. En dat is echt altijd een diepe wens geweest. En het is wel heel mooi om te zien hoe dat allemaal samenkomt. Als klein jongetje ging ik met mijn vader mee naar zee. Toen ik een jaar of 10 was voor het eerst. Ons bedrijf is opgericht door mijn vader. Later ben ik er bij ingestapt, dus we runnen dit bedrijf nu met z'n tweeën, vader en ik. Deze kotter hebben wij sinds 2015. Dit is de Maria Chris NG21. Wij kunnen ons werk nog wel goed doen, dat is het probleem niet. Maar soms dan heb je wel eens dat er een heel groot stuk plastic in je net gaat zitten. En dan raak je net verstopt en dan gaat de vis er weer uit. Je vindt gigantische netten, jerrycans en wij zijn gewoon dat lekker gaan slepen. We hebben een reusachtige berg in de duinen gemaakt, zodat het met springtij niet wegspoelt. En dat was gewoon verschrikkelijk leuk om te doen. En die berg die werd steeds groter. En op een gegeven moment toen had ik zoiets van, hé, maar wat nou als iedereen hier aan meedoet? Want soms liepen we op het strand en dan keken mensen ons aan van, hé, wat zijn er aan het doen? Ik had zoiets van, hé, ik wens dat iedereen meedoet. Dus dat mensen niet alleen maar kijken of van wat zijn dat voor gekkies, maar dat mensen ook begrijpen van hey, dit plastic wat hier aanspoelt, dat is een probleem. En vanuit die wens van wat nou als iedereen meedoet, en toen heb ik thuis een gejutte plank beschilderd met de tekst doe mee, verlos de zee. Nou ja, uiteindelijk heb ik bij de strandopgang een nieuwe berg gemaakt, het bordje erbij geplaatst en ja, een uitnodiging, doe mee, verlos de zee. En toen ik een paar, ik denk 2 weken later terugkwam, toen was die berg dus 10 keer zo groot geworden. Dus mensen zijn gaan meedoen en toen had ik echt zoiets van, wow, dit is echt te gek. En uiteindelijk is dat idee zo helemaal langs de kust verder gegaan, in Oostvoorne, Bloemendaal, de Waddeneilanden. En uiteindelijk nu staan er meer dan 150 jutbakken langs de Nederlandse kustlijn. En ook in België. Dus dat is echt fantastisch hoe dat met één klein stapje is begonnen. En uiteindelijk echt een heel, heel mooi avontuur is geworden. Ik ben een milieukundige qua achtergrond. En eigenlijk is ook mijn taak om te kijken van, plastic klinkt heel simpel, maar ja, het is een onwijs breed en groot onderwerp. De Plastic Soup Foundation, ons doel is om de plastic soep te stoppen eigenlijk. En onze aanpak gaat altijd naar de bron. Dus echt kijken van, waar zit nou de vervuiling, hoe komt het in het milieu en hoe stoppen we dat? Ik heb misschien wel honderden kilometers over het strand gelopen. Ik heb heel veel strandmonitoringen gedaan in het verleden. Dat doe ik soms nu af en toe nog wel eens.
Wat zegt, wat spoelt er nou aan uit die Noordzee op de kust? Ook echt analyseren wat dat is. Die bron ook weer achterhalen en dan kijken of je er iets aan kan doen. Wij recyclen eigenlijk hier lokaal in Den Haag. We werken samen met onze partner, Avaloont. En die krijgt dus van leveranciers doppen binnen. Wij kopen eigenlijk die doppen dan weer van hun over. We geven die doppen verder aan sociale werkplaatsen. Wij krijgen dat weer terug, helemaal schoon en droog en goed gesorteerd. En daar maken we nieuwe producten van. En dat doen we dan met verschillende machines die we dan zelf hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de shredder of de extruder. In een workshop daar proberen we eigenlijk awareness en eigenlijk meer informatie over plastic te geven dat het toch wel een bruikbaar materiaal is en dat je er goed mee om moet gaan. Ja, hoe ontstaat plastic soep? Wij zeggen eigenlijk altijd, plastic soep begint eigenlijk op je stoep. In je eigen straat begint het al. Je ziet dat daar al snoepverpakkingen of flesjes door je straat heen slingeren. En uiteindelijk dat grotere plastic wordt uiteindelijk microplastic en gaat zo het systeem in. Als je kijkt naar de totale productie van plastic sinds de jaren 50 tot nu, ja, die grafiek die loopt echt steil op. En de voorspellingen zijn dat we nog veel steiler gaan. Dus ja, we zitten op dit moment nog in een versnelling van nog veel meer plastic gebruik op aarde. Nou ja, start maar eens met die single-use plastics. Dat is een plek waar je gewoon anders moet gaan werken. Ik denk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn wat de gevolgen van hun actie is. Er zal wel eens een vuilniszak overboord worden gekieperd. Mensen verliezen wel eens een plastic koffiebekertje in de wind. Maar ja, die handelingen keer heel veel mensen, keer heel veel acties, ja, dat stapelt zich op. Hier loopt de vloedlijn. Met springtij is het water tot aan de duinrand gekomen. En dat is een hele mooie plek om microplastics te zoeken. En dan vind je dan hele kleine stukjes plastic die zijn afgebroken. Want dat doet plastic onder invloed van onder andere zonlicht. Het breekt gewoon in steeds kleinere stukjes af. Nou, dit zijn dus twee big bags met opgevist afval. Dit is van de afgelopen reis. Nou, ik zal je laten zien wat er allemaal een beetje tussendoor zit. Plastic jerrycans. Stuk een emmer. Een lamp. Stukje visnet. Heel veel plastic zakken. Ja, dit is wel leuk als je zoiets opvist. Dan is toch wel wat apart. Ik weet niet precies wat het is hoor, een gasmasker of... Het lijkt ook wel een hele oude. Bijzonder hè. Het grootste probleem in de Noordzee vind ik zelf plastic zakken. Vuilniszakken, zeilen, kleine zakjes, verpakkingsmateriaal van een supermarkt. Dat soort spul, dat vangen wij gewoon echt het meeste. Iedereen die op zee zit, die luistert sporen achter. En ook van land, heel veel waait in de zee of komt uit de rivieren. Het is gewoon een soort van afvoerputje waar alles terecht komt. Nou, wat je hier ook heel duidelijk ziet, is dat de Maas en de Rijn, ja, de rivieren, die komen uiteindelijk allemaal in zee uit. En van al het plastic wat in zee terechtkomt, schijnt 80% via rivieren het water in te komen. En dat zie je dus ook heel mooi. Dus als jij in Arnhem woont of in Nijmegen of
in Rotterdam. Uiteindelijk ja, met een flinke storm, dat ene papier, dat snoepjespapiertje, met een storm waait het ergens de Maas of de Rijn in. En een paar dagen later gaat het hier bij Hoek van Holland naar boven, de zee in. Dus ik vind het ook wel mooi illustreren hoe verbonden alles met elkaar is. En dat ook jij, als je niet aan de zee woont, maar meer landinwaarts, dan kan je ook verschil maken. Ik heb maar zo naar het strand gelopen, een stukje daarheen en weer terug. En dan ga ik er daarheen en hoop ik om 4:30 bij mijn fiets te zijn. En had u die tas ook zelf gevonden? Die lag ook op strand. Ja. Ja. Ja, nee, ik sta er van tevoren niet bestellen. Als we met de kleinkinderen naar het strand gaan, dan nemen we de kruiwagen mee. Oké. Okay. Dat hebben we pas ook wel gedaan. Maar nu is het gewoon een toevalstreffer dat ik zeg, oh, daar ligt een zak. Nou, laat ik hem gelijk maar vullen. Ja, waarom zou ik niet meedoen? Het geeft nog een beetje een doel aan de wandeling. Ja, fantastisch. Naast het mooie weer natuurlijk. Als je in je eentje op het strand loopt of als je door de stad loopt, dan zie je niet al die mensen die ook om de natuur geven. Je ziet vaak juist het negatieve, je ziet het afval op de grond. Maar door de Jutbak zie je juist eigenlijk het positieve. Je ziet de mensen die graag iets willen doen. Dus het is heel verbindend. In eerste instantie denk ik, al het plastic wat er nu ligt, dat wat nu in zee ligt of in de natuur ligt, ja, zorgt dat het eruit gaat. Omdat het door de zon breekt het in steeds kleinere stukjes af. En uiteindelijk is dat niet meer op te rapen. Dus elk stukje plastic wat je ziet is gewoon bingo, is gewoon pure winst. Omdat je eigenlijk voorkomt dat het verkruimelt. En dan is het echt een onmogelijke taak om het eruit te halen. Waar wij met Fresh Plastic Den Haag meer mee bezig zijn, is dat we een open werkplaats gaan creëren. Dus een soort van plastic farm. Dat jij je plastic hier naar binnen kunt brengen. En dat wij samen met de team designers en de sociale werkplaats jouw plastic kunnen omtoveren in grondstof. Grondstof voor creativiteit, voor ondernemingschap, voor kunst, cultuur en een beter milieu natuurlijk. De gewone mens die gebruikt in Nederland 80 dop in een jaar. Dus er gaat echt heel veel plastic er doorheen zonder dat je het eigenlijk beseft. Voorheen kreeg je vragen zo van waarom zou je het recyclen? En dat was echt een jaar terug zo van nou wat heeft dat nou voor zin jongens? Dat kost weer energie en dan komen is dat nou echt zo duurzamer? En nu krijgen we die vraag bijna niet meer. Dus dat is wel een hele goede verandering. Het afvalvissen is de laatste jaren wel gegroeid, ook door de media. Dus er zijn heel veel collega's, waaronder ik zelf ook, best wel fanatiek in geworden om gewoon met elkaar de schouders eronder te zetten en die Noordzeezorgen schoon te krijgen. Of je het nou weer overboord gooit, of je doet dezelfde handeling, maar dan in een zak. Dat is veel beter natuurlijk voor het milieu. En het geeft uiteraard een goed gevoel. Je bent met je beroep bezig. En je ruimt de Noordzee ook nog wat op. De wereld stikt in het plastic. Dat zien we nu al gebeuren. En als we zo doorgaan, dan zijn we echt verloren. Er is geen plek op aarde waar je geen plastic kan vinden. Ik zie geen enkele reden om nu niet te zeggen van we gaan hier iets aan doen. En je weet nu al dat toekomstige generaties tegen ons gaan zeggen van goh, we zien nog steeds plastic uit jullie tijd. Want plastic is er voor altijd. En we zullen het nooit volledig kunnen opruimen. Altijd zullen we wel sporen van onze plastic verslaving blijven vinden. Maar ja, de vraag van wat doe je eraan, waarom hebben jullie niks gedaan? Nou, daar zijn we al lang voorbij. We moeten het doen.
ja, je zou kunnen zeggen dat het opruimen van plastic, het schoonmaken van het strand, dat dat symptoombestrijding is. Ik denk dat door het op te rapen, door in beweging te komen, ja, dat zorgt voor betrokkenheid. Je ogen gaan open. Je wordt steeds meer bewust van het probleem en je gaat vragen stellen. Je gaat jezelf afvragen van wat is dit? Hoe komt het hier terecht? Hoe kunnen we dat voorkomen? Dus het maakt niet uit waar je begint. Of je nou met opruimen begint of al eerder in het proces. Je moet ergens beginnen en uiteindelijk komen we bij de bron terecht.